Hier, aan de rand van Hogeloon, waar weilanden met schapen overgaan in bossen en heide, ligt op deze prachtige locatie de afscheidshoeve. Vandaag geeft Elle Gijsbers uitleg over het ontstaan van deze locatie. Elle, wat was voor jou nou de aanleiding om hier een plek te creëren waar nabestaanden afscheid konden nemen van hun dierbaren? Nou, toen ik hier voor het eerst achterom kwam en ik keek naar de achterland, toen gebeurde er iets met me. Het leven is hier puur en ik kreeg de ruimte om mezelf te zijn. En als je om je heen kijkt, dan dacht ik van, ik was er gewoon van overtuigd. Ik denk, deze plek, die heeft het in zich om het afscheid dichter bij de mensen en dichter bij het leven te brengen. Niet keel, niet afstandelijk, maar warm. En misschien wel gemoedelijk, zoals het hier in de camp ook gaat. Om van de laatste dagen, zeg maar, niet alleen moeilijke dagen te maken, maar ook onvergetelijke dagen en bijzondere dagen samen. Iemand is overleden, de familie belt. Wat gaat er dan gebeuren? Nou, dan beginnen we eerst met luisteren naar hun verhaal. En dan overleggen we eerst rustig waar de eerste stappen zijn. De eerste vraag is eigenlijk, waar is de overledene? En hebben de mensen er al over nagedacht waar de overledene wordt opgebaard om persoonlijk afscheid te nemen, tenminste als ze dat willen. Op het moment dat de overledene elders is overleden, bijvoorbeeld in het ziekenhuis, dan kunnen we er zo snel mogelijk voor zorgen dat de overledene naar huis wordt gebracht of naar de afscheidshoeve. Want daar kunnen mensen eventueel opbaren. Ze kunnen ervoor kiezen om thuis op te baren of in de afscheidshoeve. En hier vindt de laatste zorg plaats. We nemen daar eigenlijk altijd heel erg uitgebreid de tijd voor om dat stap voor stap met de familie te doen. Dat vraagt wel wat tijd en aandacht. Maar wat we vaak terug horen is dat dat heel bijzonder is. Het is een heel intens moment om dat samen te doen. Hier aan deze tafel komen de eerste verhalen en herinneringen naar boven. En dat is van onschatbare waarde. Nadat de overledene is verzorgd in de verzorgingskamer, wordt hij of zij opgebaard in een eigen afscheidskamer op een speciaal bed. In een eigen huis, een echt huis, een familiehuis. De familie krijgt de sleutel en kunnen hier gaan en komen wanneer ze zelf, wanneer ze willen en met wie ze willen. En wat we zien is dat hier in de dagen tot de uitvaart echt wordt geleefd. Mensen eten en drinken hier samen een hapje. Zijn hier vooral heel veel samen, leven hier heel intens en bereiden zich ook voor op de dagen tot de uitvaart. Bezoek komt en gaat. En ze hebben de vrijheid om het op een eigen manier te doen. Samen met hun werken wij dan hier toe naar de dag van de uitvaart. Waar ik merk dat als alles hier is gezegd en gedaan, iedereen erbij was en betrokken is, dat een band schept. En dat is een heel speciaal gevoel wat hier toch eigenlijk gecreëerd wordt. Mensen moeten iemand loslaten en toch groeit er iets in de dagen tot de uitvaart. En juist dat is heel erg belangrijk om samen dat verlies natuurlijk te kunnen dragen. De afscheidshoeve kun je niet zien als een normaal bedrijf. Er komt veel emotie bij kijken. Hoe sta je er zelf in? Nou, als iemand ons belt en ons deelgenoot maakt van een overlijden of een ernstige ziekte, dan vind ik dan een heel moeilijk moment. Het overvalt je en je weet van tevoren het moment niet, je weet niet wie het is en je kent de omstandigheden niet. En dat raakt me gewoon als mens natuurlijk. Ik kan die situatie niet veranderen. Wat ze het liefste willen, dat is die mens terug waar ze zo van houden, of die mens genezen, dat kan ik niet. Maar ik kan er op dat moment wel alles aan doen om met hun samen op een eigen manier, op een goede manier afscheid te nemen. Daar ga ik alles aan doen. Ik vind het zelf heel erg belangrijk dat alle nabestaanden en ook alle nabestaanden van groot of klein zich gehoord en gezien voelen. Dat ze zich veilig en vertrouwd voelen. Dan kunnen ze zichzelf zijn. Dan staan ze in hun kracht. En waar ik dan heel vaak terughoor van mensen dat het hun helpt en troost geeft. Dat ze op hun eigen manier iets hebben kunnen doen, bij hebben kunnen dragen aan het afscheid. Waarom is er nou meer behoefte om op een andere manier met rouw en dood om te gaan?
Nou, we zien om ons heen de samenleving natuurlijk verandert. Er is meer openheid. Kijk heel het internet gebeuren. Mensen zijn erg betrokken en nemen graag de regie in eigen hand. Het afscheid is minder statig, meer informeel, wat losser. En dus de persoon staat centraal. Mensen hebben er behoefte aan om op hun eigen manier te bepalen hoe een afscheid eruit ziet. En daar past geen tijdsdruk of geen keurslijf bij. Dat vraagt van ons alle tijd, ruimte en aandacht bieden om er samen een warm en persoonlijk afscheid van te maken. Welke mogelijkheden biedt de afscheidsoefen nog meer? Ja, om een indruk te krijgen hoe het hier echt is en ook gewoon voelt, bieden we de mogelijkheid om hier een kijkje te nemen. We vertellen graag ons verhaal hier en we delen onze visie over afscheid nemen. Daarom hebben we een zondagochtendcafé. Dat is iedere maand, zondagmorgen om 10:30. En wat we ook bieden is voor groepen een rondleiding. En als mensen hier belangstelling voor mochten hebben, dan kunnen ze ons gerust bellen. We hebben hier weer rondgekeken. Zou op deze manier iets zijn op een waardige manier jouw afscheid te kunnen verzorgen? Dat zou zeker een mogelijkheid zijn. Ja. Het ziet er hier super netjes uit. Ella doet het heel respectvol. En het is gewoon een hele mooie gelegenheid ook om op een nette manier afscheid te nemen, ook voor de nabestaanden. Ja. Je komt hier uit de buurt. Wat vind je hiervan? Nou, ik vind het hier mooi, ja. Een mooie locatie. Ja, het is mooi ingericht. Ja, heel mooi. Ja, echt. René, wat vind je van het idee van de afscheidshoeven hier zo in Hoogeloon? Ik vind het wel een hele mooie locatie geworden. En ik denk ook het gevoel wat ze erbij had toen ze hier in de weilanden keek vroeger. Met het idee van, nee, dat is wel erg intens. Ik denk dat ze er wel heel goed uitgedragen en heel goed, heel mooie locatie van gemaakt. Een heel compleet plaatje is. Kees, jij hebt het afscheid nemen van dichtbij hier meegemaakt. Hoe heb je dit ervaren? Heel goed. Alles is hier tot in de puntjes geregeld. Ella die denkt werkelijk overal aan. Dus wat dat betreft is dit wel. Het is een afscheid, maar met een heel goed gevoel. Afscheid nemen is al zwaar genoeg. Maar dit op een waardige manier te doen helpt voor de verwerking van de nabestaanden. Op deze manier is een hele mooie hier in de afscheidshoeve.